Pieter Bruegel is een luisterspel naar de gelijknamige roman van Felix Timmermans. Bewerking Guy Bernard, regie Guy Lane. In de rolverdeling horen we de stemmen van Hugo Prinsen, Ward de Ravet, Walter Cornelis, Emmy Leemans, Jackie Morel, Alex Wilquet, Machteld Ramout, Jo de Meijeren, Oswald Versijp, Ludo Beschots, Janine Schevernels, Anton Cochem en Doris van Kanegem. Het roze perzikboompje, waaronder de zwangere vrouw stond te boteren, lekte van zon en regen. De haan kraaide met een kalfsverbandenstem. Toen wilde Pieter uit de schoot van zijn moeder en werd geboren en gebusseld in de herberg Het Beloofde Land. Er lag een klare lente over het dorp en de dommel. Met die deugdelijke lucht werd ik doordringd, met die tinten en dat licht. Met die grond- en biergeuren, met die stilte en die sterren, met die wind en die trage schemeringen. Hij was danig nieuwsgierig. En met de groei zag men stilaan, en toen hij 9 was, zag men het heel goed, dat hij een pinnekensneus ging krijgen. Hij stak hem overal tussen. En als hij maar uitrok, hing er een tekening aan. Pieter? Ja, pater Jeroen? Wat zit geweer in dat misboekte neuzen? Die tekeningen, pater Jeroen. Iedere bladzijde een bloem met goud. En al die kleuren. Met zulke bladzijden is de hemel geplaveid, jongen. Dan zal ik in de hemel meer naar de grond zien dan naar onze lieve Heer. Ja. Zeg eens. Ik heb wel gezien dat je smalle Louis zo goed hebt uitgetekend. Teken mij ook eens. En de grote man met zijn roos gezicht en grijs wordende tonsuur, breed en geweldig in de kaneelbruine Franciscanerpij, ging in postuur staan. En ik tekende. Klaar? Ja. Wat? Ben ik dat? Ja. Met schille ogen, een hondenneus en een kin gelijk een kikvorsbuik? Kom hier, zeg ik. Ja, maar pater Jeroen, ik dacht, niet doen! Ik zal je eens leren. Zo. Deugel niet dat gezeid. Ter ere dat het de andere dag 3 koningen zou worden, had de sneeuw zich over de wereld neergelegd. Alles was nu vers en helder, wit, dik ingewold. De daken, de wegen, het flessengroene ijs, de takken van de bomen, de mesthopen, de vensterrichels, de lange bronputarmen. Alleen wat loodrecht op de wereld stond, had zijn kleur behouden, maar was door al dat wit zwaarder van tint geworden. Daarover een bruine lucht als een berookt plafond en een vastgevrezen stilte. Maar daarin de fonkelende verven van de haan op de mesthoop en het soevend smisvuur in de verf. Zeg eens, tekenaartje, is uw moeder thuis? Ja. Die lelijke tomme. Moeder is zot. Hij is pas 30 en zij. Muis, dat is goed gedaan. Ha, pater Jeroen? Maar, manneke, je zou geen sneeuw mogen schilderen. Dat wordt niet gedaan. Maar ik vind het schoon, pater. Zie je zo schoon? Je moet de groene aarde schilderen met haar bloemen en haar frisse tonen en tinten, zoals Memling en Van Eyck en de Rogier van der Weijden.
Je moet dus naar Antwerpen gaan, waar de grote schilders wonen. Daar kunt u hun werk zien in de kerken en de godshuizen. Heel de wereld komt er naar zien, tot uit Italië toe. Als gij zo voortgaat, dan kunt gij ook een grote schilder worden. Echt, pater Jeroen? Hij wordt matroos, pater, zoals ik mijn eerste man beloofd heb. Hé, jongen? Ja, de mens wikt maar God beschikt. En als hij nu liever heeft dat uw zoon schilder wordt, dan mogen alle matrozen op hun kop staan, dan wordt hij toch. Ik word binnenkort zijn vader, pater, en dan is het uit met al dat ventjes tekenen. Wordt dat uw nieuwe man? Ja. Ik hoop voor u dat het niet waar is dat jonge venten met oude wijven trouwen om de centen. Goedemorgen. Wat bemoei je zich mee? Die vader is daar niet tekenen. Als jij zo voortgaat, kunt jij ook een grote schilder worden. In den uitkom, als de sleutelbloemen bloeiden en de eksters weer op de weg dansten, trouwde moeder met het tomatpad. En toen kwam hij, gulzig, vol en vet boven water, happend gelijk een snoek. Hij wou de beurs en de herberg. Hij ging aan de zuip gelijk 7 tempeliers, dobbelde en tuiste, zat bij slechte wijven, maakte ruzie met de kalanten en sloeg moeder en mij om hun eilen niet. Die vette slak frette gaten in de bloei van het beloofde land. We werden armer en armer. De moed ging er bij moeder helemaal uit. Ze zakte ineen en verlodderde helemaal. Aan het tekenen, Pieter? Ja, Louis. Ziet je dat daar? Dat leme huttendorp tussen het donker en het wit rivierke? Mm-hmm. Is dat niet schoon? Mm-hmm. Wie is met uw moeder? Ze is gisteren berecht. Deze morgen waren haar tenen al koud. Ik bid dat ze rap mag sterven. Dat ze uit die hel verlost is. En je zit jij hier? Zoals ze daar ligt, is. Louis. In haar witte muts. Wasgeel. De ogen zwart. Vlam. De mond open met gebarste lippen. Reep maar. De buik eindige school. Met aan de peesparing donkere werkhanden. Dat is zij niet. Dat heeft de tomatpot van haar gemaakt. Wat blijft uw moeder, Pieter? Ze is aan het sterven. Ze zal u nog willen zien. Ach, laat ze sterven, lieve heer Kuzot. Neem ze in uw schoot of nee. Neem ze in uw schoot of nee. Neem ze. Pieter! Pieter! Pieter. Moeder. Het is zo donker waar ik naartoe ga. Blik alle avonden voorbij. Kozijn Paap heeft daar ooit gezegd, als er zo'n knechtje is zonder thuis of zonder werk, laat hem dan maar komen. En op een zuivere lentedag, toen de beukenhagen wijn rood zagen en het ooievaarspaar terug op het beloofde land nestelde, kroop Pieter met zijn doedelzak en veel rolletjes papier op de huifwagen van een tapijtenkoopman die langs de kant van Bergen op Zoom uitreed.
Antwerpen zou hij beginnen schilderen. Zijn hart ging open, gelijk een venster. Drie ducaten per jaar en kost en inwoon. Ik heb nu al te veel volk, maar het is de wille van de pastoor en omdat geen wees zijt. Akkoord? Ja, maar Squabberbill. Begin dan nu maar met naar de varkens te zien. De knechten zullen het u wijzen. Squabberbill was de dijkgraaf aan wie Oliepapermij in ruil voor een hesp had verkwanseld. Het was een beerachtige boer, de pilaar van een vent. Als hij opstond was het alsof de horizon verroerde. De baldadige kop met de witte floddermuts was altijd etend en drinkend. Zijn vrouw en kinderen waren even dik, purper, lui en gulzig. Alles voor ons en niets voor een ander. Hun achterste hing en godet over een stoelje. De worsten kransten van de lage zoldering tot aan hun mond en zonder opstaan konden ze er zo in bijten. Elke been was gezwollen en was gereed. En de eerste 7 uren in de ronde waren al de grote boeren familie van Squabberbill of familie van familie. En zo heersten ze en trouwden ze en kwikten ze onder elkaar de dikken bij de dikken. Welke knecht? Dat hij spreken. Ik sla hem dood en een oog uit. Niemand. Dan voortaan geen spek meer. Maar dat verzint hij enkel om ons geen spek te geven. Nooit meer. Daar. Het leven werd Pieter tristig en troosteloos. Altijd een vrees voor Squabberbill en maagpijn van de honger. Als hij nog eens op de doedelzak speelde, was het enkel om de in paradisum aan te heffen. Zelfs het tekenen verstopte stilaan in zijn vingers. Er was geen troef, geen muziek. Geen vuur meer in. Moederke. Moederke. Waarom heb je mij zo alleen gelaten? Daar zijn de meisjes koren, ze rijden tot de middernacht en slapen tot aan de noen. Hup, daar is die vrij, en slapen tot aan de noen. De korenoogst was binnen en nu was het feest en wijstop in de woningen van de dikke. Pieter zat onder het afdak van de varkensstal. Ze hebben geen muzikant. Als ik maar speel. God, wat schone broeken krijg ik te eten. Hey, kijk daar. Ziet de poel.
Zie, dat is een teken. Die doet niets anders dan tekeningen van mij maken. Om mij te bespotten. Maar ik zal hem ook eens uittekenen. Met dit afgekald been. Sorry. Kan ik u een minuutje spreken? Wel, twee zitten gehad. Ik kom de kleine Pieter van Breugel halen. Huh? Ah, zijt gij de paap die hem mij gezonden heeft? En weet gij dan niet... Ik heb geld bij. Ik weet dat hij tot Pasen moet blijven, maar ik wil u alles schade betalen. Maar, Luister. Meneer Pastijn, een vriend van mij heeft de tekeningen gezien die Pieter nog van mij gemaakt heeft. En hij heeft gezegd dat de jongen een kunstenaar is. En dat hij bij Pieter Koeken moet gaan. Pieter Koeken, de grootste kunstenaar van Antwerpen. En nu kom ik hem halen. Hij is dood. Wat? Dood. Maar zonder lijk. Hij heeft zich zelfmoord, maar we weten niet waar. Hij heeft me altijd getergd. Zelfmoord, hè? Zievend, ik zal opzoekingen laten doen. Hè? En ge mocht gij nog zo dik en rijk zijn van hier tot aan de zon, als er wat kwaad met het manneke is gebeurd door uw schuld, hè? Dan trek ik u uiteen dat ge in twee lappen aan een koord gedrogen had. Verstaan, mislukte zeevoet. In een schraal, stil dorp, dat te midden van de rode beukenbomen zijn torentje opspitste, was ik het leegstaande kerkje binnengestapt. Daar werd ik opgeslord door goten van verbazing en verwondering, door een klein schilderijtje van Jeroen Bos, voorstellende de bekoring van Sint Antonius door de zeven hoofdzonden. Sint Antonius reist bleek, met blauw bloed in de aderen, tegen het goud van de achtergrond, en rond hem duiken de zeven hoofdzonden baldadig op, die een mensenvorm hebben aangenomen. En zie ze me knarsen en rochelen, vloeken en sissen van venijn. En hoe heviger ze razen, hoe lelijker ze zijn, met hun zeverende wijwatermonden, schele klibberogen, beestenneuzen, gekloven lippen, groene tanden, barstende kaken en dierlijke borsten. Het is de kravage, het schurft, het kwaad dat het hart veroveren wil. Er gaat een grote klaarte over Pieter. Ah, die smoele, zoals hij ermee bespookt wordt in zijn dromen en zijn leven. En die kunnen schilderen, gelijk Bos, dat is zijn leven. Zijn zonde kunnen schilderen, maar ook zijn zielenlicht, zijn dorp, zijn schrik, zijn vreugde. De hele wereld schilderen, de hel, de hemel, zich kapot verbranden aan kleuren. Durft je niet meer spelen? Mijn liedje is uit. Waar gaat je heen? Weet ik nog niet. En gij? Naar de Radkoot. Als je die kent. Bij Kraakbeen. Ik ben een vondeling. Ze hebben mij Veronica genoemd. Van waar komt gij? Van over de zee. Uit een stad die op de berg ligt. Daar is het altijd goed weer. Daar groeien de kersen vuisten dik. Voor 7 centen heb je een korf honig. En er zijn altijd vlaggen en processies. Waarom zijt je dan weggegaan? Ik wil leren schilderen. Ik bedel. Ik doe bedevaarten. Voor Kraakbeen. Hij doet de mensen op voorhand betalen. Brengt veel op, maar als ze niet genezen voor wie ik ga bidden, dan slaat hij me. Met een ezelskaakbeen. Je ziet er danig bleek uit. Ik zal niet lang meer leven. Het zit in het bloed. Misschien dat ik in uw land wel zou genezen. Ik kom uit Breugel aan de Dommel. Ik zei daar net zomaar wat. Verleden winter is mijn moeder gestorven. Toen ik uw kinderen zag aankomen, wist ik niet waarom ik zo stilletjes en gelukkig werd.
kom bij ons wonen. Als je doedelzak speelt, zullen de kraakbeens blij zijn. En... we zouden altijd bij je moeten blijven. De bedelaar
Anna's vochten als wolven. De dikke stonden te blinken, al hun eten afgepakt, besmeurd, vertrapt. Het duurde maar een paar minuten, maar de verwoesting was onbarmhartig schoon. En Pieter was blij dat hij mee op die varkens had mogen troeven. Ja? Zuster, in het voorbijgaan kom ik eens naar Veronica horen. Heeft ze de dag goed doorgebracht? Zult ge... Kom binnen, manneke, kom. Toen deze noen het klokske klepte, zei ze. Ik zie een stad op een hoge berg en een gouden portaal met bloemen, vruchten en tapijten. En dan is ze schoon gestorven. Het was een heilig kind. Overmorgen om 7 uur wordt ze begraven. Het was op een dinsdag, na de noem, dat Pieter, met de doedelzak onder de bleekpurperen loddermantel en het hoedje diep in de ogen, in Antwerpen aankwam. Ginder stonkte de Sint-Jacobstoren in de hemel. En verder, boven alle torens en daken uit, rees de slanke gestalte van onze Lieve Vrouwentoren. Een schoner kaars kan er niet gedraaid worden. Ik zou niet in zijn plaats willen zijn. Wat heeft hij gedaan? Het is een ketter. Hij vierde de Sabbat met Duitse maag. Ja, het is er een die de kleine kinderen het hart uit hun lijf haalde om er zalven van te maken. Hij zoog het bloed van jonge meisjes uit hun schouders. Die gaan we binnenkort de ere van keizer Karel zien branden gelijk een pekstok. Ik hou van zo'n pakkels. Het bloed aan de handen en in de woorden van die mannen maakte Pieter angstig. Hij liep weg tussen het getrioel van wagens en mensen, de daver in zijn lijf van alteratie. Welkom, vreemdeling. Dag, pater. Ik ben Pieter. Ik kom uit Breugel, het dorp waar pater Jérôme uw medebroeder pastoor is. Ja, ja. En? Ik heb hier een paar tekeningen bij. En pater Jérôme had me gezegd dat ik naar meester Koek moest om in de leer te gaan. Maar ik weet niet waar hij woont. En Ik heb het al begrepen. Ik ga met u mee. Het is hier vlak achter de hoek. Uit Breugel? Ja, meester Koeken. Waart gij daar misdienaar? Ja, meester Koeken. Waart gij die bij de pastoor tekeningen hebt laten hangen? Ja, meester Koeken. Wacht eens even wat. Hier. Kent gij die? Dat zijn mijn tekeningen. Meneer Pastijn had mij over u geschreven toen hij laatst bij uw pastoor gelogeerd had. Maar waarom zijt gij niet vroeger gekomen? Ik was op reis. En getikkerd niet slecht, jongen, maar je moet nog veel leren. Ik vraag niet, liever meester. Leerlingen betalen mij 20 gulden per dag. Oh. Maar ik zal u als knechtje aannemen. Dan kunt u het geheim van de verven leren. Dank u wel, meester. Ik zal u helemaal anders leren tekenen. Zie die paarden hier, die hoeven, die mensen. Dat is allemaal te boers gezien, te gotiek. Je moet modern worden. Je moet de schoonheid huldigen van de mens.
Ik heb met Michelangelo gesproken, met Raphaël en Da Vinci, de grootste genieën van alle eeuwen. Dat zijn humanisten. Humanisme, dat is het. Dat is de goddelijke schoonheid van de mens, van alles. De gotieken, zoals Memling en Van Eyck, hebben hun mensen aangekleed met zware plooien of ze zijn verstrikt geraakt in duivelsdromen, gelijk Bos, die riezig was. Zij hebben het leven veracht. Is Bos dan niet schoon, meester? Wij zullen nu rustig voor de gotieken wel doen slabakken. Jan? Jan Nagel? Ja, meester? Zie eens. Wie heeft dat getekend? Deze jongen, die er knechtje komt zijn. Verdomd, als je naar mij luistert, dan maak ik van u een klepper. En een grote. Verdomd, dat doen er niet veel grote na. En Nagel kan het weten, Pieter. Hij zet al mijn schilderijen aan. Dagen achtereen liet Jan Nagel mij Antwerpen zien. Ik viel van de ene verbazing in de andere. De Schelde, met haar prachtig en kleurig gekrioen van duizenden schepen, galjoenen en galjoten. De schoonheid van menig ding in de schildersateliers, kerken en kloosters en de particulieren. Toen ik bij een Italiaanse koopman verschillende werken van Jeroen Bos zag, al die duivelarijen, bekoringen, vragenvuren en boeren, liep mijn hart ogen van visioenen. We hangen een keel uit met Jeroen Bos. Ik vind hem zelf een van onze beste schilders. Maar het is niet te veel naar het onderwerp. Het heeft niets te betekenen. Het is eender wat geschilderd. Kalfsvlees, eieren, fruit, vis, engelen, afleggingen, duivels, landschappen. Als het maar goed geschilderd is. Gedachte, ontroering, mystiek, dat is even in pakjes. Poot, borstel, dat moet je hebben. Dat spreekt vanzelf. Maar een engel die goed geschilderd is, betekent toch meer dan een gebarsten kruik die goed geschilderd is? Ziet je die rode viskop daar in de goot? Hmm. Goed geschilderd is die zo mystiek als een engel. Wij schilders ontvangen God met onze verf, gelijk een heilige met zijn gebeden. Brand in ons. Dat is één. Zeven keer zal het vlees zich omsluieren met vlees en bloed. Zeven keer terugkomen. Dat is twee. Wie dan nog in zonde en begeerten leeft, daar dooft het vuur in uit. Dat is de hel. God is de grote architect. De steen der wijze, die is in mij. Het is de vonk van de grote bouwmeester. Het is het lichaam. Stil liggen, dat is de kalmte bereiken. De harmonie der sterren. Het lot overwinnen. Ik ben in mijn zevende leven. Ik heb de stilte van de grote zwaan. Ik heb de heiligheid. Kom, Pieter, kom. Wie was dat? Jefke Slagkop, een vriend van mij. Hij is een alchemist, goudmaker. Gelooft gij wat hij zegt? Dat moet je me nooit meer vragen. Wilt je een kunstenaar worden? Luister dan naar dit. Houd u niet bezig met politiek. Dat verbrandt uw energie. Dan kun je niet meer recht uitspreken. Houd u niet bezig met theologie. Laat het u koud blijven of adem de navel had of niet. Je zult er niet beter om schilderen. Drink juist zoveel dat je de deugdelijke smaak behoudt. En blijf van de meisjes af. Dat zijn de vier grote raadgevingen van Jan Nagel. Verstaan? Ja. Volg ze. Je wordt een grote schilder.
En dan gaan we nu naar het Witte Paard drinken op school Antwerpen en op zijn nieuweling Pieter van Breugel. Geweest 4 jaar van werk, geduld, courage. Meester worden, vrij zijn in de kunst, dat was mijn onverwoestbare hoop, mijn onverzettelijke begeerte. Maar ondertussen frutselde ik voor koeken, kopieerde ik en mocht ik kleine karweitjes aan schilderijen doen. Er moet nog een guirlande van eik rondgebracht worden, Pieter. En geef ook de kleur van enkele bladeren aan, de rest doe ik mezelf. En schildert de heilige ook maar. Het is voor de gravin van Sint Joris. Er is haast bij. Ja, meester. Wat is het? Niets. Niets. En ik moet dat geloven. Luister, Jan. Ik ben gaarne bij Koeken. Hij helpt mij zoveel hij kan. Maar soms voel ik me ineens een gevangene, een vernederd knechtje, een betaalde, een hond, een citroen die uitgenepen wordt. Gij moet hier weg. Als het niet was voor u en voor dat lief dochtertje van Koeken, Marieke, dat de hele dag niet van mijn lijf te slagen is, dan was ik al lang vertrokken. Je moet op je eigen benen gaan staan. Dat moet je aanvoelen. Hier kunt je niets worden. Probeer wat kopiewerk van Koeken te krijgen. Dan valt je niet van de honger dood. Want een beetje ellende is niets. Een kunstenaar is gelijk een mispel. Ze moeten allebei op stro liggen. Willen ze goed worden. Ik ben van stro niet afgeraakt, Pieter. Een week nadien verhuisde ik naar de Ekster, een afspanning een kwartiertje buiten de Wallen gelegen. Ik voelde me onmiddellijk thuis. De tweede dag al herschilderde ik het uithangbord in vrolijke kleuren. De derde dag kuste ik Anneke, de meid, op haar dikke rode handen die naar melk roken. En de vierde dag kuste ik haar de mond. Ik zie haar, meneer Pieter. Ik wil niets wijsmaken, Riedeke. Ik ben een kunstenaar. Weet ik? Trouwen doe ik nooit. Kus me. Ik meen het, je mag niet denken dat... Kus me, Pieter. Hier. En hier. En hier. Terwijl ik haar omhelsde, zag ik ineens, als een snel getril van 100 doorzichtige janragels, moeders, pastoors, helmen, vlammen, engelen en duiven, krioelende zonden en deurden, alles transparant, gelijk glaasjes voor elkaar geschoven. En daarachterdoor gloorde, één ogenblik slechts, de bleke Sint-Antonius van Jeroen Bos, op een grond van goud. Weg. Daar komt iemand, loop weg. Ik kom hier nooit meer op mijn kamer. Wat doe ik? Buiten, zeg ik! Buiten!
Ze is weg. Ik zal haar niet meer bezien. De hemel staat me bij. Het was er goed in de Ekster. Rustig om te werken. Eenvoudig. Kloek eten, naar nog smaken bier, een eikenbos voor u en een oneindige heide met mastbossen erachter. En geen last van meiden meer. Het was een volk om te tekenen dat daar in en uit ging, met zij om te drinken, te eten, te slapen of alle drie tegelijk. Veekooplieden met hun vee en hun domme knechten, voerlui, marskramers, boeken- en plantenverkopers, wisselaars, boeren en soldeniers, wandelaars, voorbijgangers en terugkomers, plakkers en biertutteraars. En ik tekende ze. Wonderbaar! Hè? Die tekeningen, ik koop ze. Oh, maar... Ik ben Hans Hankert uit Nürnberg, dichter en koopman in Granen. Geweldig, die tekeningen van u. Morgen breng ik Kok naar hier, die brood af uw Kok. Kok was een kunsthandelaar. Hij had een winkel in de Keizerstraat. Er was van alles te vinden. Antiek, bijbels, gotiek, modern, boertig, hels, stillevens, landschappen, de zee, alles deed mee. Ik ging voor hem werken. Hard en plezant. Ik mocht maken waar ik zin in had. Naar het leven of naar schilderijen. Het verkocht goed. Zo goed dat, toen ik 2 jaar later meester werd in de Sint-Lucas-gilde, met het recht dus overal en openbaar mijn naam onder te zetten, ik op kosten van Kok een reis mocht maken naar Italië. En zo vertrok Pieter Bruegel op een schone, wierhopige augustusmorgen. Op zijn bruin geaffeld paard reed hij berg op en berg af, ontdekte van op hoogtens vlakte met rivieren, een stad in een zonneklot en daarachter de blauwe verlokking van andere bergen. Hij tekende dat allemaal af. Hij reisde door Frankrijk, zag er zingende lieden die de druiven plukten, de druiven droegen en de druiven stampten in kuipen. Hij tekende en tekende. Het was als een ziekte. En op een nacht, bij de eerste morgenkabbeling, zag hij van onder rechte mastenbomen, boven de nog donkere dalen, de schittering van de besneeuwde Alpentoppen, als goden in de lucht. Hoe schoon. Dat heb ik niet verdiend. Hij reed de ruige, dreigende Alp in als onder triomfbogen. Onder hem de zuigende diepte. Boven hem de dreigende, omhoogwoelende rotsen, soms gekneld in de angstige, duistere kloven. Hier riekt het nog naar de vingeren van God. Hij slikte de Alpen met zijn ogen in. Hij zag er honderden schilderijen waarop de mensen klein zouden zijn als mieren, onder de vernietigende en opheffende kracht van grootse vergezichten. En toen de eerste sneeuwjachten hem de bergen uitblaasde, keek hij nog eens om en deed zijn hoed af, als voor al de koningen van de wereld ineens. Toen reed hij het zoete land van de appelsine binnen. Italië is de borst van de kunst. En nu maar gezogen. Hij zag vele steden. Hij was verbaasd over de schoonheid, de ijver en de menigvuldigheid van de kunstwerken in alle aard. Hij bewonderde de lenigheid en de evenwichtige compositie van de schilderijen en bijzonder de zegevierende kleuren. Ze hebben wel Jezus geschilderd, maar de arme mensen zijn ze helaas vergeten. Het landschap, de heuvelen, bergen en dalen, de uitzichten, de doorzichten. Zie, dat was het, wat hem bijzonder de ziel vierkantig openspande. Ik mis de wolken, de nevelen, de regens, de zemelende sneeuw. Hier kennen ze de lucht van buiten, altijd machtig blauw. Bij ons speelt ze alle dagen op een andere snaar. Hij
Hij werd aangetrokken door het raadsel in de werken van Da Vinci. Stond van zijn melk voor de schilderijen van Michelangelo. Vouwde zijn handen voor de stanzas van Raphaël. Maar de dag nadien dacht hij er niet meer aan. De Renaissance zit me tot hier. Vanuit Ostia vertrok hij voor de eerste keer van zijn leven op zeereis. Dit is het nieuw geluk. De immer wijzende oneindigheid achterna gaan en hopen ze niet te bereiken. Op Sicilië aangekomen, reed hij nog een dagreis door naar Messina. En daar kreeg hij een schok. Zoiets maar voor heiligen en doden was. Beneden hem lag de waterstraat van Messina. Het likeurblauwe water met witte krulletjes en met schone schepen wier zeilen vol blaasden als van geluk. Het witte Messina zat als een bad te nemen in de zee en achter haar rookte de Etna. Aan de overkant groeide als parelmoer vanuit het water de ruige rotsen op. Het blanke regio met haar torens, koepels en viaducten. En daarover de machtige zon. Als dat in Vlaanderen lag, sloeg ik hier mijn tenten op. Hij tekende het. Hij tekende het nog eens en nog eens. En daar beneden zag hij in zijn verbeelding, te midden van de pracht, hulpeloos en klein, twee roze beentjes spartelen. Arme Icarus, die in het water gevallen is. Arme mens, die met wassen vleugels ten hemel wil stijgen. Arme renaissancisten, waarom blijf je niet beneden? De wereld is zo schoon. De terugreis duurde vele maanden. Nu weer te voet, dan weer te paard of per schip, reisde hij al tekenend Toscane door. De Dolomieten in, de Brenner over en voer hij de Rijn af. De eerste zondag van januari was hij opnieuw in Antwerpen. Op de Wallengrachten waren ze aan het schafferdijnen. Een uur later, op zijn oud kamerke, voor de hanekam van de vlammen gezeten, schreef hij: zo rijdt men op het ijs Antwerpen voor de stad. Den herwaarts, dan der gins, begaafd van alle zijden. Den stronkelt, gene valt, die houdt hem recht en plat. Ach, leert hier aan dit beeld hoe wij ter wereld rijden en slibberen onze weg. Deenmaal en dan der wijs op deze vergankelijkheid veel brozer als het ijs. Pieter Breugel, 1553. Kunt gehecht blijven. Ja, ik weet het ook niet. Het is dieper in mijn hart dan wat ik lees, of hoor of zie. Het is curieus, Jan. Al verscheurt me de twijfel soms. Al verwens ik de inquisitie. Toch blijf ik hetzelfde geloven als vroeger. Als ik zo'n hervormer hoor spreken, dan ben ik onder zijn macht. Dan kruimel ik af. Dan ben ik in stukjes. En dan gooi ik mij in mijn werk. In een strijd verdoft. Ik vergeet hem. En als het dan helemaal stil wordt, dan komen die stukjes weer bijeen. Dan word ik altijd terug Pieter Breugel. Ik geloof dat wij als kunstenaars niets anders moeten zoeken dan veel en schoon werk. Ik heb het mij vroeger zelf gezegd. Niet over God spreken, maar hem vangen in de kleuren. Pieter! Pieter! Ja, Hans! Mijn broek nog aantrekken, ik ben gereed! Hans Frankert, de Nuremberse koopman en ik
hadden in elkaar onze volle smaak gevonden. We waren als twee broers voor elkaar geworden. Grootse benagerde bladuisschoenen en witte katoenen kousen. En gij dat rode vest, hem zonder kraag en het fluwelen hoedje op. Twijkerschamte boeren op een zandhaak. Ik ben op Rispondkoek, de mutter van de Koestaatsmolen aan de Maas. Niet misspreken wat je geleerd hebt. Zeg het nog eens. Dag, mijn lief Nekke. Ik heb u gespoord voor dich met den een trouw te komen feliciteren. Also, we hebben gehuurd van dit vies door een kampman in Laken. Het trouwfeest waar we naartoe wilden was ver in de Kempen, in Magerhal. Daarom trokken we al vroeg de Deurnse poort uit, zodat we in elke herberg die we tegenkwamen een pot konden drinken. Zo kwamen we door hit, door zond, door bier, rood en zwetend in Magerhal aan. Ah, dag, nonkel Pondkoek. We komen voor ons zuid nietje dat geschenkje brengen. Ik ken nog niet goed. Wel, we zijn naar de familie. Uw overgrootvader, zijn zusters nefje, was getrouwd met een broer van mijn kozijn, wiens moeder de zuster van meneer de vrouw en vader was. En ik, Pieter, ben de zoon van zijn onkel. Och ja, we hebben zoveel familie. Ja, ik kan er soms zelfs niet aan uit, maar mijn moeder vertelt dikwijls van u, al kennen ze u niet. Je ziet, welkom op het feest. Ze zaten met 75 aan een lange tafel en de kinderen kregen hun pijlen op de grond. Heel het feest was direct hevig in het drinken, eten, roepen en zingen en doedelarij. Men bracht het eten op afgehaakte deuren en het bier in grote stopen. De zware hespen werden opengesneden gelijk de bladen van een boek. Al die kleuren tegen de okere schemering van de lemen muren en de poorten die de zon naar binnen kletsten. Ik zat op de buitenhoek met mijn tekenboek tussen mijn knieën. Maar ik deed geen schreef. Ik zat naast een meisje dat ik moest bezien om haar schoonheid en geluk. Ze was zo onschuldig, Bertha, want zo heette ze in haar witte huif, in haar gespannen roze keurs, dit mondje waarvan de bovenlip wat bleef openstaan, gelijk bij een haasje. Haar ogen sloegen me overhoop. Bertha, ik zie u gaarne. Och, meneer. Kom. Bertha, je moet mijn vrouw worden. Hier, in deze stilte, een strooi in huisje, met u daar te leven, te schilderen, en zelf mijn radijsjes te planten en mijn savoijkes. Lieve Pieter. Waar kan ik u zondag zien? Op de Tweede Kruisweg. Als je van Antwerpen komt. Wacht daar op mij. Ja. Toen Pieter een week later de hele zondag bij zijn Bertheke had doorgebracht en haar nog eens plechtig had beloofd kortelings met haar te zullen trouwen, reed hij in de hete duisternis terug langs Weinigem. Daar vond hij volgens afspraak Hans Frankert in de herberg het bijaardspaard. Eindelijk! Het heeft lang geduurd met die Bertha. Amai, wat een plakleerken. Vertel mij van die heidenim. Nee, ik krijg voort. Gaat je mee? Wat is die Bertha voor iemand dat ze u uit een herberg kan doen weggaan zonder een pint en zonder een tans? En gij die zo goed op de schreef kunt dansen. Oh ja, ik heb hier nog een schone vette brok gevonden. Nog een goede kennis van u. Wie? Dag, meneer Pieter. Anneke, van de Ekster. Je kent me toch nog? Tuurlijk, natuurlijk. Zullen we eens dansen? Ja. Nog niet getrouwd? Nee. En jij? Nee. Dat wil zeggen, ik... Weet je het nog? In de Ekster? Ja. En, En? Je bent nog schoner dan vroeger. Oh,
alles vaart. Moet je daar vandaag nog alleen naartoe? Ja. Tenzij... Tenzij? Tenzij jij met mij wilt meegaan. Achter de kerk woon ik. Maar ik breng u eerst naar de Coppenolostraat. Ik woon in Brest. 6 uur van hier. Hoe? Ik heb toch gezegd? Voor u zou ik mij in de hel liggen. Je kunt bij mij overnachten. Was? Ze woont bij u? Anneke woont bij u? Abdi gezaaid, stommeling, lafaard. Ik weet het, Hans, ik weet het maar. En Bertha, wat doet ge daarmee? Wat doet ge met dat kind dat daar in Magerhal uren zal staan wachten op haar schone ridder die niet komt, hè? Ze moeten begrijpen. Oh, kerstekind. Zei je wat, Pieter? Het is of Jan Nagel, met in het graf te gaan, alle kisten heeft geopend. Ik zie geraamten. Overal geraamten. Ik was er alleen, Anneke. Alleen. Om die hevige mens, dat groot hart, die enorme schilder die Jan Nagel was, te helpen begraven. De mensen zijn bang, Pieter. Bang voor de Spanjaarden met hun kettingen, brandstapels en tergende soldeniers. Scheiters allemaal. Hier, drink eens. De triomf van de dood. Huh? Dat wordt mijn vogelschilderij. Groots, wijd, met een halve wereld uitzicht. En een menigvuldigheid van geraamten, krioelen gelijk mieren. Pieter, wanneer gaan we nu trouwen? Het heeft toch geen haast? 1,5 jaar woon ik hier nu al. Weet ik, weet ik. Sneeuwt. Dikke vlokken. Morgen ga ik nog eens naar een dorp. Het is als 20 jaar geleden dat ik het nog zag. Maar het is hier toch dat een zekere Tomatspad heeft gewoond. Hoe is het met hem? Ja, die heeft zich opgehangen. Hij had eerst zijn vrouw half doodgeslagen, een weduwe met een zoon. Ze hebben verteld dat hij een grote schilder is geworden, maar hij is naar het schijnt ook lelijk aan zijn eind gekomen. Zo. En de parochiepater, pater Jérôme, wat is daarvan geworden? De soldaten van Maarten van Rossum hebben hem een been overgeslagen en hij is later stil aan kind geworden. Ja, hij kent niemand meer. En ook Smalle Louis, Rosmilleke, noem ze maar op, ze zijn allemaal dood. Vaarwel, dorp. Ooit gloeide gij als een geurige roos in mijn verbeelding. Nu zijt ge dood voor mij, zoals ik dood ben voor u. Er kwam stilaan een grote eenzaamheid over Pieter Breugel. En in die eenzaamheid, waarin Anneke hem stil als een hond begeleidde, graafde hij in zijn herinneringen en oude tekeningen de onderwerpen met hopen naar boven. Hij dacht aan de dikke en de magere en tekende: de grote vissen eten de kleine. Hij had maar te denken aan de Alpen en hij maakte grootse berggezichten. Hij herzag de landschappen rond zijn dorp toen hij de dood van onze lieve vrouw tekende. Op een lentemorgen begon hij te schilderen aan de Vlaamse spreekwoorden. De kleuren groeiden als gelukkige bloemen. Zijn ogen lachten. Hij wist van uur nog tijd, van honger nog dorst. Na de spreekwoorden waren het de kinderspelen. Het gevecht tussen de dunne vaste en de papzakdikke carnaval. Wat men doet om de dood tegen te houden. Een kruis gaan en nog en nog en daarachter kwamen er nog. Hans. Hanske. Oh, broeder. Oh. Ze is zo schoon. Wie? Marieke, de dochter van meester Koeken. Ze woont in Brussel samen met haar moeder.
Ik ben er vorige week een goede dag gaan zeggen nadat ik mijn bekoring van Sint-Antonius aan een Spaanse edelman had geleverd. O, Hans. Een blond koppeke, zo teer. En zo van die blauwe ogen. Een droom die blijft duren. Jij hangt met de keel uit met uw lieven. Het is belachelijk. Dan is het Bertha, dan is het nog eens Anneke en nu is het weer Marieke. Je mocht je een rok zien of je bent verliefd. Nou, retourneer toch eens, vent. Heb je al aan Anneke gedacht? Ja, ik doe tegenover haar alsof er niets is, maar ze voelt dat er iets op handen is, ja. Ik zie soms tranen in haar oog. Natuurlijk heb ik compassie mee. Luister, blijf thuis. Ga in een maand niet meer naar Brussel en je zei dat blondineke vergeten. Maar de andere week zat Pieter te Brussel naar mevrouw Koeken te luisteren, die op de hand voortdurend in het gloriet over meester Koekenzaliger vertelde. Het venster van de achterkamer stond open en daar was Marieke op het spinet Sauterliedjes aan het spelen. Waarschijnlijk om van die eeuwige, triestige weduwe geschiedenis af te zijn, of uit schaamte, want daarstraks heeft ze me langer bezien dan nodig was. En toen ze zag dat ik het zag, is ze rood geworden, dus ja, hoe in die kamer geraken zonder dat de strenge mevrouw de bedoeling doorziet. Oh ja, ik heb geen in mijn zakdoek laten liggen. Ik ga hem halen, mevrouw. Marieke, speel voort. Ik moet je iets zeggen. Toen ik je weer zag, 14 dagen geleden, ik ben altijd van u blijven houden. En nu was het alsof alles terug is opgestaan. Zoals bloemen die sliepen. Ik heb niet meer kunnen slapen. Ik ben nog zoveel jonger dan jij. Laat me er eerst over nadenken. Ja, binnen 14 dagen kom ik bij je moeder vragen. Ik heb zo verdriet gehad. Ze vertelde dat jij een ander lief had. Als ik van een ander hield, dan is het nu uit. Mag ik weer komen? Oh ja, Pieter. Ja. We waren toch niet getrouwd? Jezus Maria! U wilt mij, terwille van een ander, gelijk een hond, de regen in jagen. Maar ik ga niet, jongen, ik ga niet. Je moet mij buiten slagen, buiten stampen. En dat hart heb je niet, hè, jongen? Nee, hè? Ja, het is best dat je vanzelf weggaat. Ja. Hier moeten ze me dood uitdragen. Dood! Er zat voor Pieter niets anders op dan eenvoudig Antwerpen te verlaten en in Brussel te gaan wonen. Maar omdat hij de kracht niet had er van onder te trekken onder de ogen van Anneke, muisde hij er stilkens van onder. Ik verschiet maar gedurig dat ik zo erg verliefd ben. Dat ik dat goede Anneke kan laten kapotvallen en al mijn schilderijen, al mijn ventjes en landschappen verlaat gelijk het zaklap. Jan Nagel, jongen, gij zou hem het grootste gelapt hebben, hè? Pieter heeft dan tijdelijk in het Hof van Commercie gewoond, heeft meer gevreden dan gewerkt, en het jaar daarop, in mei, trouwde hij met het blonde Marieke in de oude kapellenkerk, die daar beneden aan de Hoogstraat zit. Ze gingen wonen in een hoekhuis van die straat. Achter het huis rees de krekelen Dries, van waarop Pieter al de heuvelen en vertes van Brabant zag. Om te schilderen. En hij deed het. Hij woonde daar in de Hoogstraat met het volkske van baskonters, zuipeniers, zwelgers, mensen van wat doen we met overschot, mannen die met een uitgetrokken frak een gevecht sloegen om daarna samen een pint te gaan pakken. De galg van de koning van Spanje stond dreigend en zwart boven hun hoofd te wachten, maar ze dansten eronder met de handen op de heupen, de benen in de lucht en de mond vol van zang en smaak aan het oor.
Zo'n volk krijgen ze niet kapot. Hij was er gelukkig met Marieke, die hem twee kinderen had geschonken, een jongen en een meisje. Hij leefde eenzaam door de overmacht van werk, dat nu voortdurend naar boven gulpte. De dulle griet, de triomf van de dood, de spreekwoorden, kermissen, winterlandschappen. Elk schilderij hing met duizend draden aan zijn hart gebonden. Als hij zijn volk schilderde, gaf hij zichzelf. Hij en Vlaanderen, twee handen op één buik. Dag, Pieter. Ah, pater Edgardus. Zit neer. Hoe is het? Slecht. Hoe slecht? Ons verzet is naar de vaantjes, Pieter. Al wat tegen Spanje is, wordt van hogere hand ook tegen het geloof beschouwd. Ze zien het als één ding en dat ontneemt de gist aan het verzet. Anti-Spaanse propaganda wordt verboden. We moeten kiezen tussen de vrijheid en het geloof. Hoe? Geus worden en uw geloof verliezen. Of Spaans blijven en het geloof redden. Wat zoudt gij kiezen? Kiezen? Waarom moet ik kiezen tussen twee dingen die ik allebei om het hevigst lief heb? Waarom vraagt gij me niet te kiezen welk van mijn twee kinderen ik moet doodsteken? Ik kies niet. Ik blijf gelovig en geus erbij. Ik hou te veel van mijn volk. En tegen de politiek zeg ik, verrek, verrek, verrek. Maagpijn kwelde Pieter stilaan kapot. In het verdriet om zijn tijd en in toenemende pijnen schilderde hij de blinden die elkaar in de gracht leidden. Het werd zijn laatste schilderij. In augustus moest hij te bed gaan liggen. Met een straat vol mensen geduwd. Geburen, kleinstraatjesvolk, baskonters, edelen, kunstschilders, Spanjaarden, verdoken ketters, kinderen en monniken, werd hij met eer en leedwezen begraven in de schone moederlijke kapellenkerk, waar hij zoveel was komen bidden. En daar ligt nu het schoonste hart van Vlaanderen. Naar de roman van Felix Timmermans, bewerkt door Guy Bernaert, regie Guy Lanen. Nu hoorden verder de stemmen van Hugo Prince, Bart de Ravet, Walter Cornelis, Emmy Leemans, Jacques Morel, Alex Wilke, Machtel Tramout, Jode Meijer, Oswald Versijp, Ludo Buschots, Janine Schevernels, Anton Kogen en Doris van Kanegem.